Met krijt en een kwast met water is Simone Kuipers bezig aan haar allereerste straattekening. Ze heeft zich opgegeven als een van de deelnemers aan de masterclass tijdens het World Street Painting Festival. Ja, weet je, je bent altijd gewoon zo onder de indruk van die tekeningen die je soms ziet op straat. Nou ja, ik vond het gewoon een enorme kans om kennis te maken met de kunstenaars en gewoon zelf. Wanneer doe je dit nou? Hè? Wanneer ga je nou zo'n grote tekening maken? Hè? Wat moet het worden? Uiteindelijk heb ik gekozen om een gat in de grond te maken. Een illusie van een gat in de grond waar dan gebouwen uit ploppen. Simone krijgt advies van de Australische Andy Matter, die de kunstenaars begeleidt. Andy is tevreden over hoe Simone het oppikt. Het is fascinerend om te zien wat de beginnelingen allemaal maken. Volgens Andy kan iedereen dit in principe leren. Yes, I think so, but you have to make you have to have the interest and take the time. Morgen moet het kunstwerk af zijn en dan blijft het tot 3 september te zien, net als de werken van de 11 internationale kunstenaars elders in de stad. Het kost flink wat tijd het maken van zo'n tekening. Maar bij Simone begint het al ergens op te lijken. Als je even wegloopt en je komt weer terug, dan denk je, wow, weet je, je kunt ook zo inzitten en dan, dan ben je zo met een detail bezig. En dan, je moet zo af en toe echt even afstand nemen en even terugkomen. Omdat je dan zie je ineens van, ja, het begint wel te komen.